In deze oefening maken we de 2D-tekening van de samenstelling van de Albo Engine. Ik heb hem al geopend. We kunnen hier in ons menu kiezen dan inderdaad voor Design, Drawing. En van dit design wil ik een 2D-tekening maken. Van de hele samenstelling. Ik ga een nieuwe maken en ik kan maar uit de lijst kiezen. From Scratch. Of ik pak meer een template die ik van tevoren heb aangemaakt. Onze NextDim-template. Zeg even oké. En we kunnen het aan zich gaan plaatsen. En kom met een backview, laten we dat, of een frontview. Ik wil hem even op de backview gaan plaatsen. 1 op 2. En ik zet hem hier netjes daar zo linksonder in de hoek. Eventueel een dubbelklikje erop geven. Kan ik wel zeggen dat ik hem graag geshaded wil hebben. Kan hem nog verplaatsen daar. Zij aan zich boven zich isometrie. Ik kies hier voor uit de pull-down menu weer voor de projected view. Kan hem bovenaan zich maken en rechterzij uit zich aan eventueel de isometrie. Daar ziet dat keurig netjes uit. Misschien het handig om hier even een doorsnede te maken. Een doorsnede eigenlijk van deze view. Dus we gaan eens even kijken boven. Dat is dan de vierde optie daar, een section view. Aanklikken. Je moet je even goed opletten. Ik wil graag een doorsnede maken van deze view. Dus ik klik even ook in deze view. En die moet je even proberen het centrum te vangen. Misschien het centrum hier van het midden van die plaat hier. Niet klikken, maar gewoon eroverheen bewegen. Dan kan ik vanzelf met de stippenlijn wel zeggen dat hier mijn startpunt ligt van mijn doorsnede. Eén keer klikken. Tweede keer klikken. Afvinken. En ik heb mijn doorsnede hier aan de cursor hangen. Kleine truc is nou de shift-toets één keer aanklikken. Kijk, en ik kan hem eigenlijk. Ja, dat ziet er eigenlijk wel goed uit. Even kijken, dan zet ik hem hier zo netjes neer. We zeggen oké. Oh, de doorsnede view op die manier keurig geplaatst. Misschien ook even dit even iets zo naar onder toe zetten. Even kijken. Dan wil ik hier nog de stuklijst plaatsen. Dus we gaan eens even in de tabellen kijken daar. En dan zoeken we hier de stuklijst op de parts list. First level, dat is prima. Plaats hem hier linksbovenhoek. Misschien even die stuklijst iets uittrekken daar. Description is niet ingevuld, dus ik geef er eens even een dubbelklik op de stuklijst. En dan kan ik hier nog de opmaak instellen. Bijvoorbeeld description haal ik er tussenuit. Dan haal ik ook dit overzicht. Je ziet aan de rechterkant dat de postnummers eigenlijk automatisch alweer geplaatst worden. Ik zou ze misschien eventueel kunnen renummeren daar. Dus ik ga ze even hier op renummer. Met de klok mee. Ja, dat vraagt een beetje uitrichten, opnieuw neerzetten. Maar in principe heb ik hiermee keurig netjes de samenstellingstekening gemaakt met een stuklijstje en ik heb een aantal postnummers geplaatst.